middag. Hartelijk welkom. Zo gesteld eigenlijk om u te feliciteren en maar vooral ook om onze waardering uit te spreken dat u het 50 jaar met elkaar hebt uitgehouden. En daarover, ik heb weet niet precies, u moet mij niks kwalijk nemen, maar ik ga ervan uit dat u, dat de meeste van u ook kinderen hebben gekregen en u de kinderen ook in alle oprechtheid goed heeft opgevoed en dat u misschien ook in Maarschouw wonen, misschien ook kleinkinderen heeft. En die ook in maat gewonnen, want als ik ooit bij 60 jaar huwelijk thuis kom, dat is over 10 jaar, dan kom ik bij u thuis. Dus als ik dan nog hier ben, ja, dan is het allermooiste altijd om 3, soms zelfs 4 generaties bij elkaar te hebben. Dus het echtpaar, de kinderen, de kleinkinderen, achterkleinkinderen. En in een uurtje tijd hoor je dan heel veel, maar u bent toch een beetje de drager ook van... de huidige gemeente Maarschouw. Vandaar dat wij dit willen blijven doen en tot nu toe krijgen we daar best wel veel positieve reacties op en ik hoop dat aan het einde van de dag dat u zegt van ja, het was heel erg leuk, nieuwe mensen leren kennen en we hebben nog iets meegemaakt uit van vroeger. Ja, nu wil ik eigenlijk graag het een beetje leuker doen op, het is ook een beetje een feestdag en dan wil ik terugkijken naar 1969. Sommigen zeiden van, nog goed dat u een brief stuurde, want ik wist niet dat ik in 69 getrouwd was voor de wet. Ik ben voor de kerk getrouwd en waarschijnlijk in 1970. En dan, nou, maar goed, ik sprak vorige week iemand, een dochter van iemand. Ik zeg, goh, dat is een oude buurvrouw. Ik zeg, goh, aan het einde van het jaar dan zijn je ouders 50 jaar getrouwd. Dat kan niet. Leven, want nou ja, toen heb ik het uitgelegd. Dus, dat was toch wel zo. Ik loop even 1969 met u door en dan kunt u daar straks met elkaar over praten of u dat ook herkent of niet. Wat vindt u van de boottocht? Ik vind het fantastisch, echt geweldig georganiseerd. Ja, het is heel leuk om het een keer van de andere kant te zien, van de kant van het water. Maar het is ontzettend moeilijk om je te oriënteren. Ja. Je hebt gewoon soms geen idee waar je zit op dat moment. Het is wel heel erg leuk.
Ja, ik vond het heel goed. Heeft u ook dan zelf een feest gegeven toen u 50 jaar getrouwd was? Wij moeten nog. 8 augustus. 8 augustus 50 jaar getrouwd. Ja. En geeft u dan ook nog een feest op een boot misschien? Nou, daar hebben we nog niet over nagedacht, maar we geven wel nog 5 feesten, dus we hebben nog wat te doen. Ja, we splitsen het een beetje. We zitten in veel verenigingen, dus met elke vereniging doen we iets aparts. En voor de familie ook, want anders wordt het zo massaal, dat is, daar kom je zelf nergens aan toe. Dus we splitsen dat een beetje. Ja, wij komen oorspronkelijk niet uit Limburg, dat kunt u goed horen natuurlijk. Jij bent geboren in Arnhem, ik ben geboren in Sas van Gent. We hebben elkaar in het westen van het land leren kennen. En ja, door mijn werk ben ik bij DSM terechtgekomen. Altijd een hele grote en ik moet zeggen ook een hele goede werkgever geweest. Dus wij wonen nu 45 jaar in Limburg. Je houdt het niet voor mogelijk. Kijk, heel snel. En u blijft er altijd in Noorwegen en Laak wonen? Ja, wij hebben geen enkele ambitie om te verkassen. Als je ergens anders geweest bent en je komt weer thuis, dan voelt dat ook echt als thuis. Oranjelaak is een prachtig dorp. Kijk, er zijn heel veel mooie plaatsen in Maasgouw natuurlijk, maar Oranjelaak is toch een hele mooie omgeving. We hebben destijds wel moeten wennen aan de ontgrinding, want toen wij daar kwamen wonen, 33 jaar geleden, was alles nog weiland en bouwland. Dus je denkt, ja, wat gaat er nou gebeuren? Maar in alle eerlijkheid, ze hebben er echt iets moois van gemaakt. Ze heeft er heel goed uitgepakt. Oranjelaak is een hele mooie omgeving. Het trekt enorm veel vogels aan, prachtig wandelgebied. Je ziet ook steeds meer mensen daar komen wandelen. Het is gewoon een hele mooie omgeving. Ik kan het iedereen aanraden om daar een kijkje te nemen. Niet verder vertellen. En hoe lang woont u daar al? Wij wonen 33 jaar in Oranjelaak. Sinds vorige maand. Dus dat is al een hele tijd. Maar nog geen jubileum. Nee, nog niet. Ja, het hangt er vanaf. 3 keer 11 is dat een jubileum. Ja. Geen idee, maar... Ja, er is genoeg te vieren altijd. Ja. Dus als er iets te vieren is, dan lukt dat altijd wel. Ja. Maar toen wij 15 jaar geleden trouwden, hadden we ook geen idee dat het zo snel zou gaan. Want ja, je trouwt en 50 jaar verder erbij zo. Dat is... Het gaat vanzelf eigenlijk, die tijd. Het is net als met pensioen gaan. Ik ben nu 9 jaar met pensioen. Dus 9 jaar weg bij DSM. En voor je het weet ben je 9 jaar verder. Dat is niet te bevatten. Dat gaat zo ongelooflijk snel. Aan de ene kant goed natuurlijk. Dat het zo snel gaat. Dat betekent dat je geen moment verveelt. En met alle verenigingen die we hebben, vervelen we ons ook niet. Maar het gaat wel supersnel. Nou, je bent echt oud voor je het weet. Ja. Maar we knopen. De burgemeester heeft beloofd dat hij langskomt als ze 60 jaar getrouwd zijn. Dus we gaan nu voor de 60. Wat vond u van de boottocht? Nou, de boottocht op zich was prima natuurlijk. Het weer werkte ook nog mee. Maar het leukste is eigenlijk het initiatief van de gemeente om tot zoiets te komen. Ja. Dat ze mensen op een bepaalde leeftijd bij elkaar halen om weer wat nader de kennis te maken. En dat de gemeente daar ook oog voor heeft. Dat we niet afgeschreven zijn, dat we nog bestaan. En dat ze daar ook erg in hebben. Dat is het meest positieve, moet ik zeggen. Dus de gemeente moet er vooral mee doorgaan. Ja, absoluut. Ja, daar moeten ze zeker mee doorgaan. Daar scoren ze nu op punten mee. Zo leren we ook een hele hoop andere mensen kennen van de gemeente. En we hebben dus echt leuke mensen ontmoet. En die je anders normaal niet zou ontmoeten. Dat is op zich ook al heel erg leuk. En de sfeer was toppie. Dat was zo leuk. Ja. En jullie zijn al 50 jaar getrouwd geweest? Nee, dat nee, komt nee, nee, in juli. 18 juli. In juli. Ja. En dan ook een groot feest? Nou, dat hebben we al gedaan. Ja, ja, we hebben eigenlijk al een cruise gemaakt. Een grote cruise met de hele familie. Ja, en, nou, dit was echt maar eens de slagroom nog op de taart erbij. Een extra kleine cruise erbij. Ja. Maar het leuke is ook nog, en dat zou ik anders vergeten te zeggen, dat we nou Maasbracht en omstreken, dus Maasgouw, van de andere kant bekijken, vanuit het water. Hè? Want wij zijn geen schippers, maar wonen wel hier. Ja. Maar we hebben genoten van wat hier allemaal om ons heen gebeurt en is. Ja.
En daar gaan we een vervolg aan geven.